idee heb ik wel. Ik kreeg in één keer 11 kubieke meter gas meer dan vorige maand. Of vorig jaar, ook september. En hoe merkte u dat verschil? Ja, door de afrekening van Essent, door het berichtje wat ik krijg elke maand. En wat dacht u toen? Ik dacht, dat klopt wel mee eens niet met die meter. En ik had een vriendin van mij die had hetzelfde verhaal, ook hetzelfde effect. Ook in één keer veel meer ten opzichte van vorig jaar september. En welke actie heeft u toen ondernomen? Nou, nog niks, want ik zit een beetje te zoeken, wat kan ik doen? En u schijnt onderzoek, onder andere in Nijmegen, aangetoond te hebben... Ja. Dat daar verschillen tussen zitten, tussen de aangegeven stand en het daadwerkelijke verbruik. En soms wel 3 keer zo meer. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, zorgelijk, denk ik. Ik denk, in tijden zoals nu moet dat gewoon goed zijn. En dat scheelt voor sommige mensen aan het eind van het jaar een heleboel in de portemonnee. Allicht. Helemaal met deze hoge prijzen. Ja. Wat zou daartegen te doen zijn, volgens u? Nou, ik ben zo slim dat ik niet zo gauw pol sla. Nou, ik moet zeggen, ik krijg per maand een overzicht. En nou ja, nu gaat het nog wel. Ik bedoel, ik maak me nu nog niet zoveel zorgen. Heeft u een slimme meter? Ja, ik ben naar iedereen zo. Ja. Sterker nog, in bepaalde gevallen geeft hij 3 keer zoveel energieverbruik aan dan daadwerkelijk verbruikt. Wat vindt u daarvan? Ja, schandalig. Maar ja, hoe kun je dat controleren? Nou, dat is dus de hamvraag. Hoe kun je het controleren en hoe kun je het aantonen? Ik heb geen idee. Heeft u een slimme meter of een traditionele meter? Nee, een slimme meter. Ja. En heeft u daar wel eens op gelet? Nee, nee. En waardoor zou dat komen dan? Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. Ja. Waardoor komt het? Ja. Nee, ik heb nooit gekeken. Ik zal er eens op gaan letten. Ja, en dat is best voor sommige mensen een probleem, omdat ze aan het eind van het jaar door een verkeerd aangegeven verbruik veel duurder uit zijn. Nou ja, zelf bijhouden wat je ongeveer verbruikt. Ja, en hoe toon je dan aan dat de slimme meter onjuiste gegevens aanlevert? Ja, ik zou het niet weten. En het schijnt ook nog te zijn dat als je dat niet kunt bewijzen, dat je dan geld moet betalen in de orde van grootte van ruim 500 euro. Belachelijk. Ja, dus dat lijkt meer op een verdienmodel dan een servicemodel. Ja, precies. Ja, hoe moet je dat controleren dan? Nou, dat is de hamvraag. Ja. Je kunt erachter komen misschien, maar hoe toon je het aan? Ja, ja, ik heb geen idee. Ik heb geen idee hoe je dat moet... Kijk, dat is, ja, hoe moet ik dat zeggen, uit benzinetank ga je er ook vanuit dat je de goede liters krijgt. Precies, en ook daar zijn in het verleden afwijkingen geconstateerd. Ja. Ik zou gewoon achterna gaan, naar bijvoorbeeld wie het heeft geplaatst, en zeggen, ja, ik betaal meer dan ik eigenlijk moet betalen. Ja. Gaat gewoon veel geld af. En dan hoopt u dat de energiemaatschappij u een goede oplossing biedt? Ja. Dat kan ik niet, ik moet daar volledig van vertrouwen uitgaan natuurlijk. En dat is dus blijkbaar niet het geval, als je het onderzoek mag geloven. Ja, nou, ik heb geen reden om dat te wantrouwen. Als ik gewoon kijk naar mijn jaarverbruik en ik zet dat tegen de maand af, dan klopt dat wel. Ja. Maar ja, wij gebruiken niet echt veel stroom, we hebben zonnepanelen, dus ja, het is moeilijk te zien. Dat scheelt natuurlijk aanzienlijk in het energieverbruik. Ja. Maar voor sommige mensen kan het best problematisch worden dat ze... meer moeten betalen dan in feite het verbruik aangeeft. Ja, dat snap ik. Snap ik. Waar zou je dan je beklag kunnen doen, om het zo maar eens te zeggen? Ja, ik denk bij de maatschappij waar je bij je aangesloten bent. Ja, daar schrik ik toch wel een beetje van. Ja, ik ga het thuis denk ik toch maar even controleren dan. Ja. Ik heb geen idee. Ik denk al kan zelf de meter wel bijhouden, maar volgens mij heeft dat totaal geen zin, want er staat zelden op wat de centen heeft. Dus ik heb geen idee. Ik denk dat zij moeten aantonen dat die goed werkt, toch? Precies. Ja, maar wij hebben zonnepanelen en wij draaien eigenlijk kiet. Ja, u levert terug aan het net. Wij leveren terug en wij draaien, wij bedrijven onszelf eigenlijk. Ja, als het goed is, dan betaalt u praktisch niets voor uw elektriciteitsgebruik. Nee, nee. Dus op zich zou u dan geen last van een op hol geslagen slimme meter hebben? Nee. Ja. Is het dan een gelukje bij een ongeluk dat u zonnepanelen heeft?
als er inderdaad problemen zijn met die meters, dan denk ik wel ja. Anders had ik een hoger verbruik gehad. Ja. Soms wel ja. En hoe kunt u dat zien? Nou, dat hij omhoog gaat of zoiets. Wat vindt u daarvan dat slimme meters zomaar meer verbruik aangeven dan gewenst? Ja, wat moet ik daar nou eigenlijk op zeggen? Het is natuurlijk niet mooi, maar het is niet anders. Nee. Ik denk bij je energiemaatschappij. Ja, maar die zeggen, bewijs dat maar eens. En als je het niet kunt aantonen, moet je meer dan €500 betalen. Oh, voor het onderzoek? Ja. Oh, dat is prettig. Als je niet kunt aantonen dat jouw slimme meter onjuiste gegevens aanlevert, moet je €500 betalen. Oké, maar uit aankoopteren krijg je natuurlijk die 500 krijg je uitbetaald. Dat is te hopen, maar dat is niet gezegd dat dat in de kleine letters staat, hè? Nee. Die kleine lettertjes moesten ze een keer weghalen. Ja, dat is een goede tip. MUZIEK